Welkom dames en heren. Welkom bij de lezing Rembrandts handen. Een lezing over de taal van de handen in Rembrandts werk. Kan iedereen mij goed verstaan? Heel goed. Mooi. En kunt u het allemaal goed zien? Ik ga wel iets heen en weer af en toe, maar dan ga ik ook weer weg. Dus dan sta ik er soms even voor. Maar dan kunt u het toch weer zien. Ik vind het hartstikke leuk om hier vandaag weer een lezing te geven in de beeldhouwwerkplaats, het mooie atelier van Frank. Ik heb hier al vaker lezingen gegeven. Over Hans Arp heb ik hier een lezing gegeven. En over Zadkin. En nu sta ik er weer. Want ik vind de sfeer is hier altijd heel fijn. Het ligt heel mooi in het mooie Park Oosterbeek. Ik heb altijd een leuk publiek. Ik weet nu al dat u een leuk publiek bent. Dus het wordt gewoon weer een mooie lezing. Mijn naam is Hans van der Gaarden, alias Man van Taal. Ik ben tekstschrijver, ik schrijf blogs, columns over kunst en die publiceer ik op mijn website manvantaal.com. Elke 10e, 20e en 30e van de maand verschijnt daar een blog over kunst. En ik geef lezingen en rondleidingen over kunst. En mijn lezingen en mijn blogs zijn verhalen. Ik vertel een verhaal. Ik ben geen kunsthistoricus. Ik vertel een verhaal en daarin ga ik met u, mijn gehoor of mijn lezer, op zoek naar de beleving van kunst. Wat gebeurt er met je als je voor een kunstwerk staat? Wat doet het met je? Dat probeer ik op te zoeken en vandaag ga ik met u op zoek naar de taal van de handen in Rembrandts werk. Want Rembrandt laat zijn figuren in zijn schilderijen, in zijn etsen, in zijn tekeningen spreken met hun handen. Die figuren drukken allerlei emoties uit met hun handen. En deze lezing zoomt op die handen in. Als je daar goed naar kijkt, soms zelfs als je het nadoet, die houding van die handen, dan voel je wat er aan de hand is in dat schilderij. Ze komen heel dichtbij, de scènes en de mensen. Het eerste schilderij waar ik u naar wil kijken is dit. De anatomische les van dokter Nicolaas Tulp. Schilderijen van Rembrandt zijn wat aan de donkere kant en het is hier vrij licht, maar ik hoop dat u het toch kunt zien. En mogelijk kent u allemaal dit schilderij. Het hangt hier in het Mauritshuis in de Rembrandtzaal. Je kan het niet missen. Pontificaal hangt het daar als je binnenkomt. Het is vrij groot. Het is 2,16 bij 1,70. Rembrandt schildert dit in 1632. Hij is er nog hartstikke jong, 25, 26 jaar oud. Hij staat nog aan het begin van zijn carrière. En dit is eigenlijk zijn eerste grote, prestigieuze opdracht, een groepsportret. Maak een groepsportret van het chirurgijnsschilder. En Rembrandt doet dat op deze manier. En met dit schilderij zet hij meteen zijn handtekening. Dit schilderij heeft meteen al alle kenmerken waar Rembrandt zo bekend mee is geworden, die zitten hier al in. In latere werken zal hij er nog veel verder uitwerken. Een van de kenmerken die je meteen ziet aan dit schilderij is de dynamiek. Het is een hele dynamische groepsopstelling. Groepsportretten waren vaak hele statische aangelegenheden, alle kopjes op één rijtje, iedereen zit heel passief te poseren, maar bij Rembrandt zie je een heel bewegelijke groep mannen die alle kanten op bewegen, kijken, nieuwsgierig zijn. Er zit heel veel beweging, heel veel dynamiek in de groep. En dat is typisch voor Rembrandt. Er is één uitspraak bewaard gebleven van Rembrandt over zijn eigen werk. En dan zegt hij dat hij in zijn schilderijen en in zijn tekeningen zoekt naar een zo groot mogelijke en zo natuurlijk mogelijke bewegelijkheid. Hij wil in zijn werk zo groot mogelijke bewegelijkheid en zo natuurlijk mogelijke bewegelijkheid leggen. Dat zien we hier. Die groep is enorm dynamisch. Er zit heel veel bewegelijkheid in. Dus letterlijk zien we dat hier terug. Maar overdrachtelijk vind je dat bij Rembrandt ook. Rembrandt legt ook in de mensen, in de figuren, in hun ziel als het ware, een zo groot mogelijke bewegelijkheid. Er gebeurt heel veel in die mensen. En die zielen roerselen, zal ik maar zeggen, die lees je af aan de handen. Wat de mensen van binnen allemaal meemaken, dat lees je af aan de handen. En we zullen zien dat Rembrandt in de loop van zijn leven steeds meer een verinnerlijking maakt in zijn werk. Dat steeds meer die uitwendige bewegelijkheid verdwijnt en het naar een innerlijke bewegelijkheid gaat die vooral in de handen zit.
Dus die dynamiek, dat is het eerste kenmerk wat we hier al zien in het vroege werk. Tweede is natuurlijk zijn gebruik van licht en donker. Rembrandt, dat weet iedereen, is de meester van het clair-obscuur. Sommige partijen licht hij heel erg uit, andere zet hij in het donker, waarmee hij sterke contrasten maakt en veel zeggingskracht geeft aan zijn werk. En we zien hier, bijna ook weer als in een theaterstuk, hoe er een enorme plas licht, pats, op dat lijk valt. Daar ligt dat lijk sterk uitgelicht, wit, sterk, een sterk mannenlichaam is het. Dus de dood is heel krachtig, zou je kunnen zeggen. En dat wit van dat lijk contrasteert heel erg met dat zwart van al die mannen die daaromheen staan en bewegen en nieuwsgierig zijn. Dus hiermee maakt hij ook een groot contrast in zijn werk, heel veel levendigheid. En het derde aspect, en daar gaat deze lezing over, dat is de hand. We zien een intact lijk op één onderdeel na. Dr. Tulp heeft de binnenzijde van de linker onderarm opengesneden. Hij heeft een spiergroep geprepareerd, die ligt hier iets uit op. En dat zijn de spieren, we hebben ze allemaal, die van de binnenzijde van de elleboog naar de middelste kootjes lopen en die de vingers buigen. Dat zijn de buigers van de vingers. En dankzij dat vermogen om die vingers te buigen en het vermogen dat de mens heeft om de duim te opponeren, dat wil zeggen dat je je duim voor je handpalm kan brengen, dankzij die buigers en die duim kunnen wij dingen vastpakken. We kunnen stenen pakken, we kunnen takken pakken, we kunnen bijlen pakken, knuppels, touwen, manden. We kunnen gereedschappen gebruiken. Dankzij die buigers en die duim kan de mens gereedschappen gebruiken en heeft de mens zich dus kunnen ontwikkelen. Maar we kunnen niet alleen grove bewegingen maken en grove gereedschappen gebruiken. We kunnen ook heel fijnzinnige bewegingen maken. Dankzij die buigers en die duim. We kunnen heel precies de top van de wijsvinger op de top van de duim leggen. Dan maak je een perfecte O met je vingers. En je ziet dat dokter Tulp met zijn linkerhand dat gebaar ook maakt. Dat is de fijne motoriek. We kunnen heel veel fijnzinnige bewegingen maken en fijnzinnige handelingen verrichten. Denkt u bijvoorbeeld aan als je een draad door het oog van een naald haalt. Dan doe je met beide handen die hele fijnzinnige beweging. Of schrijven dank je aan, die fijne motoriek. Tussen duim en wijsvinger hou je je pen of je ganzenveer vast. Dus we kunnen ons praktisch uitdrukken door die fijne motoriek. Maar we kunnen ons overdrachtelijk alweer uitdrukken. We kunnen emoties uitdrukken met die fijne motoriek. Door die vingers en die duim in allerlei standen te zetten, kunnen we emoties uitdrukken. Iedereen kent het gebaar van die O die je maakt met wijsvinger en duim als symbool van dat is goed. Iedereen begrijpt, ja, dat is puik, dat is prima. Onder water, hè, waar duikers niet kunnen praten, maken de mannen dit gebaar naar elkaar en de vrouwen, het is goed. Dus iedereen snapt de emotionele betekenis van dat gebaar van die perfecte O. En als je bijvoorbeeld niet alleen je wijsvinger, maar ook je middelvinger op je duim legt en je maakt een hele fijne wrijvende beweging, dan geef je daarmee aan dat je een heel subtiel gevoel of smaak of een mediterraan je ne sais quoi, een heel subtiel gevoel geef je daarmee aan. Dus zo kun je met die vingers in allerlei standen allerlei emoties uitbeelden. En ik denk ook dat het niet voor niets is dat Rembrandt met dit schilderij de aandacht vestigt op die spieren en op die capaciteit, die mogelijkheid van de mens. Want eigenlijk klopt dit niet. Zo'n anatomische les die vond plaats in de winter. En het eerst ging de buik open. Eerst gingen de wekendelen eruit, want ja, die werden het eerst slecht. Dan ging de borstkas open. Dan het gezicht. En pas op het allerlaatst werden de ledematen geprepareerd. Maar wij zien een intact lijk. Een perfect lijk eigenlijk, met alleen die buigers van die vingers waarmee Rembrandt alle aandacht wil geven aan dat vermogen van de mens om zijn handen te gebruiken om zich uit te drukken. En dan in 1632 schildert Rembrandt ook deze twee portretten. Het is een dubbel portret van een echtpaar. Ze zijn naar elkaar toegewend, ze horen bij elkaar, pendanten zijn het. Niet ten voeten uit, maar ten halve lijve. Eigenlijk werden portretten altijd ten halve lijve gemaakt. Alleen Marten en Oopjen heeft die ten voeten uit geschilderd. Het zijn twee doeken van zo'n 80 bij 1 meter, dus wil zeggen een posterformaat. En in die tijd, 1632, dus nog aan het begin van zijn carrière, schildert Rembrandt enorm veel portretten.
Hij was ingekwartierd toen bij Hendrik Uilenburg in Amsterdam. Die had een groot netwerk en alle opdrachten voor portretten die binnenkwamen gingen naar Rembrandt. Die was heel gevraagd en Rembrandt deed ze allemaal. Nou, zo'n portretschilder voor een schilder, ook voor Rembrandt, geeft niet heel veel voldoening. Je kan er niet zo heel veel in kwijt. Je hebt een opdrachtgever en die moet je zo secuur en het liefst zo flatteus mogelijk weergeven. En meer kan je er eigenlijk niet mee doen. Schilders wilden liever vrij werk maken. Maar Rembrandt neemt alle portretopdrachten aan en maakt ze. En hij weet in zijn portretten toch iets van een gevoel, van een ziel, van een leven te leggen. Als we hier naar kijken, we weten niet wie deze mensen zijn. Maar het is een ouder echtpaar. Dat kunt u misschien zien, ze zijn al wat grijs aan de slapen. De man heeft grijze slapen, een grijs baardje. De vrouw heeft ook al grijze slapen, dat verdwijnt onder haar kapje. Ze zijn dus al ja, wat op leeftijd en ze stralen iets vriendelijks uit. Iets, nou gezellig is misschien een populair woord, maar ze hebben een vriendelijke uitstraling. Ze zijn naar elkaar toegewend, maar de man kijkt naar ons en maakt met zijn rechterhand een wijzend, een aanduidend gebaar naar zijn vrouw. Alsof hij zeggen wil van, nou, daar zit ze. En mevrouw kijkt niet naar ons, nee, mevrouw kijkt naar hem. Ook met een vriendelijke en lichtelijk grappige blik. Ja, hier zit ik. Zij staat haar mannetje, ze is duidelijk aanwezig. Het zijn leuke mensen en ze doen me denken aan buren die ik ooit gehad heb. In Groningen had ik een oude echtpaar als benedenburen. Zij woonden op de begane grond, ik woonde daarboven. Dat waren ook leuke mensen. Een echtpaar dat het leuk had met elkaar. Die vrouw had slechte been, die zag ik niet zo vaak meer buiten. Maar die man zag ik heel vaak in zijn tuintje. En als ik dan tegen die man zei, zullen we weer eens een kop koffie drinken? Dan zei hij altijd op zijn Gronings van, nou dan moet ik eenmaal mijn 99% vragen. Ja. Dat was mevrouw. En ik kan me zomaar voorstellen dat deze man zegt van, daar zit mijn 99%. En zij zit daar voor haar volle 99%. Dus deze mensen, die hebben het leuk met elkaar. Dat straalt dit dubbelportret uit. Die hand van die man, die wijzende hand, die open hand waarmee die wijst, dat is typisch voor Rembrandt. Er wordt bij Rembrandt eigenlijk nooit met alleen maar een wijsvinger naar iets of naar iemand gewezen. Het is altijd een open hand die meer een uitnodigend gebaar maakt of aansporend gebaar dan een bevelend gebaar. Het is altijd een open suggestie van wil je daarnaar kijken. Er zijn maar een paar etsen die ik ken waarin er echt met een vinger wordt gewezen en dan is er letterlijk iets aan de hand. En dat ziet u in deze ets, Adam en Eva. 1638 gemaakt door Rembrandt. Ze staan daar, ze hebben net de appel geplukt. Enorme spanning in die scène in hun lijven. En Adam heft een waarschuwende en waarschijnlijk bevende wijsvinger. En hij wijst daarmee naar boven, naar God, die dit niet ongestraft zal laten. En we kennen allemaal die opgeheven wijsvinger van mensen die overtuigd zijn van hun gelijk. Hè, die staan graag met hun wijsvinger te zwaaien. En Adam heeft hier ook alle reden om hier die wijsvinger te heffen. Ik zoom zo meteen in met u op die handen, omdat daar heel veel aan te lezen valt. Maar ik kijk eerst naar het geheel, want voor mij zijn dit de mooiste Adam en Eva die ik ken. Daar staan ze, onder de appelboom. Een enorme boom die over hun heen welft. Ze hebben net de appel geplukt. In de boom zie je nog de slang. Dat is hier een soort draak. Hij heeft een klauw, hij heeft een vleermuisvleugel. Op de achtergrond zie je het bos, het paradijs. En daar loopt een olifantje. Heel grappig detail. Ik heb er apart een blog aan gewijd, want daar is een heel leuk verhaal over te vertellen. Dat zal ik nu niet vertellen, dat blog kunt u vinden op mijn website. En daar staan Adam en Eva met de appel. En het mooie vind ik, het zijn gewone mensen. Adam en Eva worden heel vaak afgebeeld als geïdealiseerde figuren. Het zijn de eerste man, de eerste vrouw, geschapen naar Gods beeld. Ja, die zullen wel goddelijke lijven hebben gehad. Rembrandt zet er twee gewone mensen neer. Waarschijnlijk zijn ze al een beetje op leeftijd. Het zit allemaal niet meer zo strak. Die buik van Adam. En bij Eva is het ook niet meer zo heel strak in de vel. Je zou bijna in dit duo deze twee mensen kunnen zien. Maar dan met de kleren uit en de haren los. En daar staan ze. Mijn buren. Gewone mensen zoals u en ik die hier staan.
En doordat Rembrandt van Adam en Eva twee zulke gewone mensen maakt, komt het heel dichtbij. He, wat hier gebeurt is niet iets wat heel lang geleden is gebeurd, door twee mensen waar die heel ver van me afstaan. Nee, mensen zoals u en ik, die staan daar met die appel en die zullen de consequenties voelen. Mensen zoals u en ik. Rembrandt brengt het heel dichtbij. En hier zien we hoeveel spanning er in die lijven zit. Je ziet dat Eva de appel vasthoudt tussen haar duim en haar wijsvinger voor haar borst, met een gebaar alsof ze met een hele grote boog naar zich toe heeft gehaald. En de andere hand heeft ze als het ware met een hele grote boog buitenom op die appel gelegd. Alleen de wijsvinger en de middelvinger heeft ze op de schil van die verboden vrucht gelegd. Heel omzichtig, heel gespannen. Ze heeft de schouders opgetrokken en ze kijkt met een strak gezicht opzij naar Adam. En Adam heeft ook heel veel spanning in zijn lijf. Hij strekt zijn hand uit naar die appel, net niet gestrekte vingers. Wil hij hem wegduwen, wil hij hem aanpakken. Maar de spanning bij Adam zit vooral in die duim. Die duim van hem die staat als een haakje van 2 keer 90 graden boven die vingers. Als ik dat doe, als u dat doet, dan doet dat gewoon zeer. Zoveel spanning zit er in die duim. En die rechterhand, ik heb het al gezegd, die heeft hij met die waarschuwende en bevende wijsvinger opgeheven. En hij wijst naar de hogere macht die dit niet ongestraft voorbij zal laten gaan. En ook hij heeft de schouders opgetrokken. Ze weten allebei, hier gaat een enorme klap vallen. Dat zie je, dat voel je als je naar die handen en naar die houding kijkt. En dan 1633, Rembrandt is 27, maakt hij dit portret van, het is een cliché, maar het is waar, zijn grote liefde, Saskia Uilenburg. Hij portretteert haar hier weer ten halve lijve, dus ook weer een doek van 80 bij 1 meter, zeg maar. Dit schilderij heet Saskia en profiel in rijk gewaad. We zien haar inderdaad en profiel. Ze kijkt naar links. De linkerzijde van haar gezicht is helemaal uitgelicht. En en profiel iemand portretteren is van oudsher eigenlijk voorbehouden aan machthebbers, aan aristocraten. Die lieten zich en profiel portretteren. Dus doordat Rembrandt zijn geliefde en profiel weergeeft, zet hij haar eigenlijk op een voetstuk. Ze is zijn vorstin, als het ware. En hij geeft haar dat prachtige fantasiekostuum. Op haar hoofd staat een rood fluwelen baret, zo'n mooie golvende barokke baret. Ze heeft een rood fluwelen jurk aan en daaronder een wit linnen katoenen onderjurk, onderhemd. Op haar rechter schouder, het is slecht te zien, het is een donker schilderij, hangt een bontmantel. Ze is behangen met juwelen, overal schitteren juwelen, haar handen, haar oren, haar hals. En haar haar heeft ze opgestoken, waardoor de zijkant van haar gezicht helemaal vrijkomt. Op een paar kleine krulletjes na die zo voor dat linkeroor hangen. En er gaat een enorme zachtheid en lichtheid van dit schilderij uit. Ze straalt een zacht licht uit. Dat fluweel van die hoed en van die jurk, dat is zacht. Dat zou je willen aaien, zou je zachtjes willen strelen. Dat bont op haar schouder zou je zachtjes willen strelen. Die krulletjes voor haar oor, daar zou je heel zachtjes mee willen spelen. Alles in dit schilderij zegt eigenlijk, raak me zachtjes aan, streel me. En daarin voel je de liefde van Rembrandt voor zijn vrouw. En in 1633 maakt Rembrandt ook deze tekening van Saskia. In het jaar van hun verloving, op de dag ongeveer van hun verloving. Hier kijkt ze ons frontaal aan. We zien haar ook alweer alleen maar ten halve lijve. Met een lief, tikje koket gezicht heeft ze. Ze draagt weer zo'n mooie barokke hoed, maar nu is het een strooien hoed die weer golvend op haar hoofd staat. Met een bloemenkrans eromheen. Haar rechterarm ligt voor haar en ze houdt een klein bloempje vast. En haar linkerhand ligt op een hele specifieke manier heel licht tegen de zijkant van haar gezicht. Ze heeft de hand eigenlijk alleen met de vingertoppen tegen haar gezicht gelegd. De linkerduim rust op de linker onderkaak. De pink staat met de top onder haar linker oog. En de ringvinger staat met ook alleen de top op haar linker wenkbrauw. Hele lichte vingertoppen aanraking. Zo ligt die hand tegen haar gezicht. En dat,
Die hele lichte, fijne aanraking, dat is typisch voor Saskia. Ik noem dat de Saskia Touch. Die hele lichte, tedere aanraking. En we zullen dat bij Rembrandt heel vaak terugzien, de Saskia Touch, als hij Saskia portretteert of als het over liefde gaat. Zien we heel vaak die lichte aanraking met alleen maar de vingertoppen. Hieronder heeft Rembrandt een tekst geschreven onder de tekening. En die luidt zo: dit is getekend naar mijn vrouw toen ze 21 jaar oud was op de derde dag van onze verloving, 8 juni 1633. Ze verloven zich dus in juni 1633 in Sint Anna parochie. Zij is namelijk afkomstig uit een voorname Friese familie. Ze is het nichtje van Hendrik Uilenburg. Haar vader was iets hoogs bij Frederik Hendrik. Ze hebben een status, die familie. Ze verloven zich in juni 1633. Maar Rembrandt, die allemaal portretten moet schilderen, hij heeft het zo verschrikkelijk druk. Hij gaat terug naar Amsterdam en pas een jaar later trouwens, in 1634. Ook weer in Sint Anna parochie. En als ze dan getrouwd zijn, dan komt Saskia naar Amsterdam. Ze wonen eerst nog in bij oom Hendrik, maar al heel snel vinden ze dat prachtige huis daar aan de Jodenbreestraat, dat nu het Rembrandt Museum, het Rembrandthuis is. En daar gaan ze wonen. Dat prachtige, grote, voorname huis. Met beneden de kunsthandel, waar Saskia ook werkt. Daarboven, je kunt het nog steeds zien, het atelier van Rembrandt. Daarboven het atelier voor de leerlingen. Hij legt daar die hele mooie rariteitencollectie aan met dure objecten. Dus het gaat ze hartstikke goed. Financieel en zakelijk gaat het ze heel erg voor de wind. Er is één schaduw over hun jonge huwelijk. Ze krijgen in deze periode 3 keer een kind dat kort na de geboorte overlijdt. Dat werpt een schaduw over hun geluk. Maar zakelijk, Rembrandt krijgt opdrachten en het gaat hartstikke goed. En in deze tijd, tweede helft van de 30e jaren van de 17e eeuw, gebruikt Rembrandt heel vaak Saskia nog als model. Is natuurlijk makkelijk, hè, je vrouw, dus die heb je altijd en die kost niks. Maar ik denk dat hij ook niet uitgekeken raakt op de. En hier ziet u een ets die hij van haar maakt in 1636 ongeveer. We zien haar weer hier frontaal. We zien eigenlijk alleen haar gezicht, haar hoofd. Haar haar is nu breed uitgeborsteld op haar schouders. En opnieuw houdt ze die hand met die hele typische vingertoppen touch tegen haar gezicht. Je zou zeggen, dit is de rechterhand. Maar het is een ets. En bij een ets moet je altijd in het spiegelbeeld denken. Hè? Je maakt een afbeelding in een koperplaat. Die druk je af en dan is de afdruk spiegelbeeldig. Dus we zien hier eigenlijk dezelfde hand, de linkerhand, als in de tekening. Niet dat het er heel veel toe doet, maar ik zeg het toch maar. En opnieuw ligt die hand met die hele lichte aanraking tegen haar gezicht. De duim rust weer met de punt op de onderkaak. De linker pink staat nu boven haar linker oog. En de ringvinger en de middelvinger staan met de punten op de zijkant van haar hoofd. En ze heeft haar vingers iets gebogen. Weer zo'n hele lichte Saskia touch. En ik stel me zo voor hoe dit gegaan is. Rembrandt wil een studie maken. Hij zet haar in het volle licht. En ze schermt haar ogen zo een beetje af tegen die zon. Maar Rembrandt zegt, nee Sas, ik wil dat je je vingers een beetje spreidt. Want ik wil een studie maken van licht en schaduw op je gezicht. En ze zet haar vingers op die typische Saskia manier tegen haar hoofd. En je ziet ook dat Rembrandt heel veel aandacht heeft besteed aan hoe schaduw en licht tussen die vingers door op haar gezicht valt. Het is een studie. En tegelijk is het een portret van de geliefde van Rembrandt. Het gaat dus in deze periode hartstikke goed met ze. En Rembrandt kan zich iets meer vrijheden permitteren. Hij kan ook vrij werk gaan maken. Niet alleen maar meer portretten, vrijwerk. En in die tijd, vrijwerk, dat was eigenlijk voor een schilder was dat historiestukken. Dan kiest een schilder zelf een onderwerp uit de geschiedenis, de vaderlandse geschiedenis, de bijbelse geschiedenis, de mythologie. En dat kan hij naar eigen artistiek inzicht en gevoel weergeven. Hij kan die figuren emoties geven die hij voor zich ziet. Hij kan ze kostuums geven die hij zelf bedenkt. Hij kan er figuren aan toevoegen. Hij kan er een landschap omheen schilderen. Stillevens kan hij erin voegen. Hij kan veel meer artisticiteit kwijt in een historisch stuk. En dit is een van de eerste historische stukken die Rembrandt schildert in 1635, sorry, 35, het offer van Abraham.
heel dramatisch moment in de Bijbel over een jongen, over Abraham die zijn zoon moet offeren. Hier ligt Isaac op het offerblok. Abraham staat al met een mes en op het allerlaatst komt er een engel die dit voorkomt. Dat is wat Rembrandt hier schildert, heel dramatisch. Ik zal het verhaal iets uitgebreider vertellen. Abraham is, ja, zeg maar de aartsvader van het Joodse volk, heel lang kinderloos gebleven. Uiteindelijk krijgt hij zijn zoon Isaac. En als die jongen opgroeit, krijgt Abraham van God de opdracht, je moet je zoon offeren. En hij doet het. Hij neemt die jongen mee, een berg op, hij legt hem op een offerblok. En vlak voordat hij de jongen de keel doorsnijdt, komt er een engel en die grijpt in. En in de Statenvertaling, die Rembrandt vaak als bron gebruikte, zegt die engel, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. Het was dus een test. Abraham werd getest. Was zijn geloofsijver groter dan zijn liefde voor zijn zoon? En dat uitgesproken dramatische moment, dat laat Rembrandt hier zien, met heel veel toeters en bellen en externe beweging. Op de voorgrond ligt daar Isaac. Helemaal achterover, vrijwel naakt. Zijn armen achter zijn rug, zijn gezicht helemaal achterover gestrekt. En daarachter staat Abraham, een verwilderde oude man is het. Als een soort vogelverschrikker heeft hij de armen gespreid en allebei de handen als een klauw gespannen. De linkerhand van Abraham ligt over het achterovergestrekte gezicht van Isaac. En de rechterhand is geopend, want de rechterpols wordt gegrepen door de engel die van linksboven is komen invliegen. En die zijn linkerhand opheft en zegt stop. En het mes dat Abraham van plan was in de keel van zijn zoon te zetten, dat hangt hier als een blaadje tussen hemel en aarde. Hij laat het net los. Dus in dit schilderij zien we heel veel van die bewegelijkheid die Rembrandt in zijn werk wilde leggen. In de uitwendige zin, zeg maar. Er zit heel veel dynamiek in het beeld. En toch zit ook in de handen al iets van de innerlijke bewegelijkheid. Iets wat in die ziel van Abraham gebeurt, kun je aflezen aan zijn linkerhand. En vooral als je hem afzet tegen de linkerhand van de engel. Want we zien die linkerhand van Abraham daar. Die is zwaar, die is donker geschilderd. Die is als een klauw verkrampt, licht over de mond en de ogen van zijn zoon heen. En de duim en de wijsvinger van Abraham liggen op de onderkaak. En hij trekt de huid van de hals tussen zijn vingers strak. Zodat het mes daar maar zo snel en pijnloos mogelijk doorheen zal glijden. Dat is een enorm beladen gebaar. En tegenover die zware, donkere hand zet Rembrandt de lichte hand in allerlei opzichten van de engel. Die hand is licht geschilderd, die is opgeheven, die is open, die is ontspannen. Die hand zegt stop. Die hand wijst ook met alle vingers naar God die dit gezien heeft. Die hand zou je zelfs kunnen zien als een soort zegening. Dus al die betekenissen zitten in die lichte hand van die engel die daar als contrast staat tegenover die zware, verkrampte, beladen hand van Abraham. Ditzelfde tafereel, het offer van Abraham, daar maakt Rembrandt een ets van 20 jaar later. En als we daarnaar kijken, dan zie je het verschil. Dan zie je hoe die meer verinnerlijkt. Het hele drama verinnerlijkt heeft. Dit is de ets, 1655 gemaakt. Opnieuw kijken we frontaal tegen Abraham aan. Het is nog weer een verwilderde oude man. Met in zijn linkerhand een groot mes. Zijn rechterhand heeft hij over de ogen van zijn zoon gelegd. Isaac is geknield naast zijn vader, heeft zich voorover gebogen over het vooruitgestoken bovenbeen van zijn vader. En zijn vader heeft zijn hand op de ogen van de jongen gelegd. En we zien de mond en de onderkaak van Isaac, we zien hij is ontspannen. Hij geeft zich over. Hij geeft zich over aan zijn vader, aan wat er gebeuren moet. De engel komt nu niet ijlings van boven ingevlogen. Nee, de engel heeft Abraham van achteren benaderd en heeft allebei zijn armen van achter om Abraham heen geslagen. Met de rechterhand pakt de engel hier de rechterpols van Abraham. En de linkerhand zie je hier net in de linker elleboogsplooi van Abraham liggen. Hij heeft zijn armen om Abraham heen geslagen en hij drukt als het ware die armen tegen Abraham aan. De gezichten van de engel en Abraham zijn ongeveer op één niveau. Het gezicht van de engel is zacht. En Abraham kijkt met een ruk opzij, met een
Ik vind het een prachtig gezicht. Het is getekend door horror. We zien zijn ogen niet, we zien twee zwarte gaten. Abraham is hier nog helemaal in die modus van ik moet mijn zoon doden. In het schilderij laat hij het mes al los. Daar snapt hij al dat het niet hoeft. Maar hier heeft hij het mes nog stevig in zijn hand. Hier weet hij nog niet beter of hij moet die jongen doodmaken. En er is in 1655 ook in Rembrandts leven iets. En dat zie je heel vaak, dat er in Rembrandts leven dingen aan de hand zijn of gebeuren die zo'n ets of zo'n schilderij ook nog een extra emotionele lading geven. In 1655 is Rembrandts zoon Titus 14 jaar oud. En Titus is het enige kind van Saskia en van Rembrandt dat is blijven leven. En Rembrandt was dol op die jongen. En vice versa. En Rembrandt gebruikte altijd figuren uit zijn omgeving als model in zijn werk. Of letterlijk zette hij ze neer en maakte hij ze, of hij had ze in zijn hoofd en je ziet ze terug in zijn werk. En ik kan niet anders dan in die knielende jongen hier, een 15-jarige, 16-jarige, 14-jarige jongen, Titus zien. Titus heeft model gestaan voor Isaac. Een jongen die in vol vertrouwen zich overgeeft aan zijn vader. En daarom kon Rembrandt zo goed voelen en in het gezicht van Abraham leggen wat dit betekende. Dat je je geliefde zoon van kant moet maken. Rembrandt kon dat heel goed voelen doordat hij zo'n mooie verhouding had met zijn zoon Titus. We gaan terug, dit is 1655, naar de 30e jaren als Rembrandt nog heel veel geweldig bewogen historisch stukken maakt. Naar het meest gewelddadige stuk uit die tijd en dat is dit. De blindmaking van Simson, een overweldigend schilderij. Om te beginnen al door zijn afmetingen, 2,70 bij 2 meter. Enorm. En je ziet een enorm gekrioel van mensen. Een grote, sterke vent wordt achterovergetrokken op zijn rug. 3 mannen houden hem in bedwang. Voor hem staat een man met een speer. Hier staat nog een man met een zwaard te zwaaien. Dit is Simson. Het verhaal van Simson in de Bijbel wordt hij beschreven als een onoverwinnelijk sterke, ik zou zeggen, guerrilla-strijder, die het in zijn eentje opneemt tegen de Filistijnen, de erfvijand van de Joden, de Filistijnen. En Simson, sterk als hij is, kan allerlei dingen doen om die Filistijnen dwars te zitten. Hij heeft bijvoorbeeld met een ezelskaak 1000 Filistijnen doodgeslagen. Dat soort Hercules-achtige verhalen gaan er over hem. Maar omdat hij zo sterk is, krijgen ze hem nooit te pakken. Ja, ze krijgen hem gewoon niet in de boeien. Maar hij heeft 1 zwak punt, Simson. En daar komen ze achter, dat is de vrouw. Dus ze sturen Delila op hem af. En Delila weet, na veel vijven en zessen, Simson het geheim van zijn kracht te ontfutselen. Hij vertelt Delila in vertrouwen dat hij de kracht, de letterlijk fysieke kracht van God krijgt door zijn lange haar. En dan weet Delila genoeg. Ze brengt hem in slaap. Ze knipt zijn haar af, ze roept de Filistijnen binnen en die kunnen hem nu eindelijk te grazen nemen. Ze overmeesteren hem en ze boren een dolk in zijn oog. Het bloed spat eruit en Simson spartelt met armen en benen. Dat meest dramatische moment uit dit verhaal, dat is wat Rembrandt hier neerzet met heel veel dynamiek. Er gebeurt heel veel. Het is een soort tentachtige ruimte waar we naar kijken. Met links een grote opening waar een blauwachtig licht door naar binnen valt. Voor Rembrandt die kleur blauw is vrij bijzonder. En we zien daar hoe Delila naar links de tent uitrent met in de ene hand een grote bos haar, in de andere hand een schaar. En ze werpt nog een laatste blik, een mooie blik vind ik, van fascinatie op die grote sterke Simson die daar nu opeens naar rechts achterover wordt getrokken. En 3 mannen houden hem in bedwang en hij maait om zich heen met zijn armen. Maar ze steken een dolk in zijn ogen en het is afgelopen met hem. Dus heel veel uitwendige dynamiek in dit beeld, maar toch ook weer in de handen van Simson iets wat in hem gebeurt. Als we goed kijken naar die vuisten van Simson. Simson was een man die sprak met zijn vuisten. En als u en ik en Simson een vuist maken, dan maak je je hand zo compact mogelijk. Je krult je vingers op, legt je duim erop, je hebt een compacte. Daar kan je een knots, kan je flinke dreun mee geven. Maar deze vuisten zijn anders geschilderd. We zien dat Simson wel de vingers gekruld heeft, maar bij beide handen ligt de duim op de nagels, op de bovenste kootjes. Als je dat nadoet, je krult je vingers, je legt je duim op de nagels en je zet dan kracht, dan voel je geen power, dan voel je ja, frustratie, verbijten, pijn,
En dat is wat hij aan het doen is natuurlijk. Hij wordt wakker uit die roes waar zij hem in gebracht heeft. En hij merkt opeens dat hij die mannen niet meer als vliegen van zich af kan slaan. Hij heeft geen kracht meer. Er zit heel veel frustratie in die handen. En pijn. Want er staat een hele mooie tekst in de Statenvertaling die Rembrandt letterlijk vertaalt naar dit beeld. Er staat niet dat de Filistijnen zijn ogen uitsteken. Nee, er staat ze groeven zijn ogen uit. Dus dat doet heel veel pijn. Dat zit ook in die handen. En dat zit ook in die voet. Die prachtige, aangrijpende, verkrampte voet. Die het Simpson nog opheft en die eigenlijk het dichtst bij het licht komt. Het licht dat hij nooit meer zal zien. Dus er zit ook inwendige beweging in de figuren, in dit drukke schilderij. En dan ga ik nu van het meest gewelddadige schilderij van Rembrandt uit die periode naar het meest lieflijke. Geschilderd op hetzelfde linnen als de blindmaker van Simpson, dus ook in diezelfde periode, 1636 ongeveer. We zien hier een jonge vrouw, naakt. Ze ligt op haar sponde uitgestrekt, op haar linkerzij. Overal om haar heen zijn gordijnen. Maar achter haar staat een oude vrouw en die trekt een van die gordijnen opzij. En het licht valt van linksboven op die vrouw. En de vrouw richt zich half op en strekt met een weergaloos mooi gebaar haar hand uit naar het licht. Dit is Danae. Dit is geen Bijbels verhaal, dit is een mythologisch verhaal. Danae is de dochter van een Griekse koning, Acrisios. En die koning heeft de voorspelling gekregen dat zijn dochter nooit zwanger mag worden, want zou ze ooit een zoon krijgen, dan zal die zoon hem vermoorden. Dus de koning die wil voorkomen dat zijn dochter ooit door een man benaderd kan worden, hij sluit haar op in een bronzen toren. Brons, dat is natuurlijk prachtig voor Rembrandt. Maar Zeus, de oppergod, laat zich door niets en niemand tegenhouden. Zeus laat zijn wellustig oog op deze vrouw vallen en hij benadert haar in een vermomming. Als Zeus sterfelijke vrouwen benadert om seks met ze te hebben, dan vermomt hij zich als stier, als zwaan. En bij Danae kiest hij de vermomming van gouden regen. Maar Rembrandt zou Rembrandt niet zijn als hij dat niet verandert in gouden licht. Bij Rembrandt is de minnaar het gouden licht. En op het moment dat die oude vrouw, de min, de verzorgster, het gordijn opzij haalt, dan dringt dat gouden licht het slaapvertrek binnen van die vrouw en het licht streelt de vrouw, streelt haar vormen. En zij richt zich op en ze beantwoordt die streling met dat heel erg mooie gebaar. En ik heb me heel lang afgevraagd, wat is dat voor een gebaar? Wat doet ze? Weert ze hem af? Begroet ze hem? Grijpt ze? Maar sinds ik de Saskia Touch ontdekt heb, denk ik, dit is de Saskia Touch. Zij streelt het licht met haar vingertoppen. De minnaar streelt de vrouw en de vrouw streelt haar minnaar. Ze beantwoordt op een actieve manier de liefkozingen van haar minnaar. Haar linkerhand ligt onder haar linkerborst. Die drukt ze omhoog, zodat ook die linkerborst gestreeld wordt door het licht. Deze Danae is dus actief. En dat is bijzonder. Danae wordt heel vaak geschilderd. En meestal is ze passief. Meestal ondergaat ze het maar. Ligt ze achterover in een soort seksuele extase of ze strekt haar hand uit als een kommetje om die gouden regen op te vangen. Maar deze Danae is actief, net zo actief als de man. En dat is typisch voor Rembrandt. Bij Rembrandt zijn de vrouwen actief en gelijkwaardig aan de man. In de liefde, in de seks, in het maatschappelijk leven. Al die naakten die Rembrandt heeft getekend en geschilderd, die vrouwen zijn zelfbewuste vrouwen. Ze weten wat ze waard zijn. En ook de vrouw, denk aan die 99%. Ook die vrouw, die wist wat ze waard was. Dus de vrouwen bij Rembrandt zijn gelijkwaardig aan de man. En dat zien we ook heel mooi in deze ets, die ik dit jaar voor het eerst zag in het Rijksmuseum. Eufemistisch heet hij Het Ledikant, maar we zien gewoon een koppel dat de liefde bedrijft. Het is een beetje gek opgebouwde ets. Links zie je een soort lege koof en dan rechts van het midden een groot hemelbed met opengeslagen gordijnen. En in dat bed liggen een man en een vrouw en die bedrijven de liefde. Dit is een grappig detail. De man heeft zijn hoed met struisveer even afgezet en hier op een pijler van het bed gehangen. Maar hij heeft zijn kiel nog aan en hij rust op zijn vuist over de vrouw heen en de vrouw ligt op haar rug. Ze heeft haar benen opgetrokken. Ze maken oogcontact, we kijken vooral in haar gezicht en haar gezicht heeft een uitdrukking van
innige genieten, tevredenheid. Ze geniet. En ze is actief. En dat kunnen we zien omdat Rembrandt haar 3 handen heeft gegeven. Een detail zie je ze hier. Hier zien we haar linkerhand. Die rust naast haar op het bed, naast haar dij. Maar ze heeft nog een linkerhand. En die heeft ze hier in zijn onderrug gelegd. Haar andere hand rust op zijn bil. Wat zij dus doet, ze trekt die man actief naar zich toe. Dus ze is net zo actief hier in het liefdespel als de man die op zijn vuisten over haar heen staat. De man en de vrouw zijn gelijkwaardig bij Rembrandt. Ze is niet minder, ze is niet meer, ze is gelijkwaardig aan de man. En dat zien we hier en dat doet Rembrandt. En dan de nachtwacht. Wie kent hem niet? Wereldberoemd, ook in die tijd al. 1642 schildert Rembrandt de nachtwacht. Het is een enorm doek, u kent het waarschijnlijk allemaal. Het is 5x4 en het was nog groter. En het is misschien niet zijn mooiste schilderij, ik vind het niet zijn mooiste, maar wel zijn meest bijzondere. Eigenlijk was hier gewoon de bedoeling dat hij een groepsportret zou maken van de schutterij van wijk 2 van Amsterdam. Een groepsportret. De schutterij die bestond uit 16 schutters, die betaalden dus allemaal voor hun portret, plus kapitein Frans Banning-Kok, die loopt hier vooraan met die oranje sjerp. En luitenant Willem van Ruitenburg in dat gouden pak. 18 mannen. Maar wat we hier zien is een groep van 34 personages die door elkaar heen krioelend, overal heen bewegend, maar als geheel toch een beweging naar voren maken. Dus Rembrandt heeft er nog eens 16 personages aan toegevoegd. En de bekendste is wel dat kleine meisje daar in dat gouden jurkje die daar tussen die soldaten door krioelt. En naast haar staat ook nog een kleine figuur, een jongen, die een musket afvuurt. Dat zijn symbolische figuren. Rembrandt permitteerde zich allerlei vrijheden bij dit groepsportret en voegde allerlei symbolen toe. Hij voegde ook zichzelf toe. Hier tussen de twee schutters boven het kleine meisje, in het Rijksmuseum kan je het zien, kijkt hij met een oolijk oogje precies over de schouder van die twee mannen. Als een soort Hitchcock zet hij zichzelf in zijn werk. Dus hij doet van alles met dit schilderij. Sommige van die schutters die dragen een kostuum dat in 1642 al 100 jaar uit de mode was. Dus heel erg oud. Dus hij maakt er een historische gebeurtenis van. Hij geeft sommige wapens die ook al lang in onbruik waren geraakt. Hij schildert dit portret als een historisch stuk. Hij geeft eigenlijk een historisch moment weer, namelijk het moment dat deze schutterij uitrukt, de nacht ingaat om Amsterdam te beschermen tegen onheil en geboefte. Dat historische moment, hij schildert een schutterstuk als een historisch stuk. En die voorwaartse beweging van die hele groep, die komt samen in die hand van Frans Banning-Kok, voorwaarts mannen. Die hand die als het ware uit het schilderij steekt, het volle licht vangt, een open hand. Geen gebiedende, wijzende hand, maar een aansporende, open hand die zegt voorwaarts. En dat hij dit als een historisch stuk neerzet, en ook in dit formaat, dat was nog nooit vertoond. Dit vond men buitengewoon en ook buitengewoon mooi. Rembrandt werd in één keer wereldberoemd. In Amsterdam, in de Republiek, in Europa, dit was nog nooit vertoond. En met die hand van Frans Banning-Kok doet hij nog iets extra's. Hij geeft die hand een slagschaduw. En meestal schildert Rembrandt niet hele uitgesproken schaduwen, maar nu wel. Die hand van Frans Banning-Kok wordt eigenlijk, die schaduw wordt eigenlijk een extra hand die een extra verhaal vertelt. En je zou kunnen zeggen, er zijn 34 personages en dit is de 69ste hand die een extra verhaal vertelt. Want je ziet hoe precies tussen de duim en de wijsvinger van die hand op de zoom van dat leren gouden tuniek van Ruitenburg, precies tussen die duim en die wijsvinger staat hier de Amsterdamse leeuw die de 3 kruisjes, het wapen van Amsterdam, vasthoudt. We zien dus dat deze hand, deze man, deze mannen de stad Amsterdam in hun hand houden. Zij beschermen de stad Amsterdam. En dat werd in Rembrandts tijd ook al gezien en heel erg geapprecieerd. Dus met dit schilderij in 1642 staat Rembrandt op de top van zijn roem, op de top van de Olympus. En tegelijk gebeurt er in 1642 iets waardoor hij met een enorme dreun van die Olympus valt, want in 1642 overlijdt Saskia.
1 maand voordat dit doek in de Kloveniersdoelen wordt onthuld, overlijdt Saskia. In het jaar daarvoor, 1641, toen hij al bezig was aan de nachtwacht, hij had op de binnenplaats daar aan de Jodenbreestraat een enorme tent laten bouwen om dat grote doek te kunnen schilderen. In 1641 bevalt Saskia van een zoon, Titus. Het is het enige kind van Rembrandt en Saskia dat blijft leven, maar Saskia zelf wordt ziek. Het wordt niet meer beter. En 8 maanden na de geboorte van Titus overlijdt ze. Ik heb precies opgeschreven welke datum het is. 14 juni 1642. Een maand voor ze 30 jaar zou zijn geworden. En Rembrandt, en daarom merk je dat het een schilder is die moest tekenen, moest schilderen, moest etsen. Zelfs op haar sterfbed maakte Rembrandt nog een ets van zijn vrouw. En die ziet u hier. Een doodzieke vrouw. Ze ligt op haar linkerzij. En vergelijk dat eens met Danae, die daar ligt op haar linkerzij. Die actieve, volle, levende vrouw. Deze vrouw heeft een mutsje op, een nachtgewaad aan. Ze is uitgeteerd, ze is uitgeput. Ze heeft zelfs geen kracht meer om haar hoofd op te richten. Met een lege blik staart ze voor zich uit. Haar linkerhand ligt gewoon slap op de dekens. De rechterarm heeft ze gebogen en de vingers van de rechterhand liggen op haar linkerbovenarm. En in die vingers, daar zit het laatste restje beweging. Die vingers maken nog een heel klein strelend gebaartje over die mouw van die bovenarm. Je zou kunnen zeggen, de taal van de handen bij deze vrouw is bijna verstomd. Er is nog een heel klein gemurmel, gefluister in die hand die daar speelt met die mouw. En die vingers, die zie ik terug in het portret van Saskia en profiel in rijk gewaad. Rembrandt schildert het in het jaar van hun verloving. En 9 jaar later, als ze overlijdt in 1642, brengt hij wat wijzigingen aan, onder andere in de handen. Hier ziet u de handen van het portret van Saskia uit 1633. En hij heeft in die handen een klein takje nu geschilderd. Dat is rozemarijn. Dat is het kruid van de herinnering. En die vingers, toen ik daar goed naar keek, het hing in het Fries Museum, toen dacht ik, zijn die vingers nou gestrekt of gebogen? Maar ik denk allebei. Ik denk dus dat die hele kleine, bijna verstomde beweging van die hand, dat Rembrandt dat in die vingers heeft gelegd. En op deze manier vereeuwigt hij dus zijn geliefde met die kleine, strelende, murmelende vingers. En de dood van Saskia is een keerpunt in het leven van Rembrandt. Het dompelt hem natuurlijk in diepe rouw, maar hij gaat ook bij zichzelf te raden. Hij gaat zich afvragen, wat wil ik nou? Wat wil ik nou in mijn werk? En hij komt tot de conclusie, ik ga geen werk meer maken voor de eer, ik ga alleen nog maar voor de vrijheid. Dus hij gaat geen schilderijen of andere werken meer maken waarmee hij eer wil inleggen bij opdrachtgevers. Nee, hij wil alleen nog maar zijn artistieke vrijheid, zijn artistieke hart in zijn werk kunnen leggen. Dat betekent dat hij geen portretten meer doet. Hij neemt geen opdrachten meer aan. Hij wordt zelfs onhebbelijk naar opdrachtgevers. Hij staat nu bekend als een nurks die mensen afsnauwt, mensen laat wachten. Hij doet het niet meer. Hij stopt ook even met schilderen, hij gaat etsen. En hij gaat etsen maken van landschappen. En dit is zo'n landschap wat hij in die periode na de dood van Saskia maakt. In de omgeving van Amsterdam gaat hij wandelen. En op deze manier geeft hij het landschap weer dat hij daar aantreft. Een leeg uitspansel. En daaronder kleine, naar binnen gerichte huisjes. Verborgen tussen het gebladerte. Kleine, in zichzelf gekeerde huisjes. En zijn tijdgenoten, zijn voormalige opdrachtgevers, vinden dit helemaal niet mooi. Waarom etst hij geen mooi, goed gemaakte, verheven bouwwerken? Nee, Rembrandt kiest voor dit soort krotjes, tussen aanhalingstekens. Kleine huisjes die in zichzelf gekeerd zijn. En in zijn schilderijen slaat hij ook een nieuwe weg in. Hij gaat heel vrij met zijn materiaal om. Hij gaat met grove streken de verf aanbrengen. Dikke lagen verf gaat hij aanbrengen, die hij met zijn vingers bewerkt. Met het paletmes, met de achterkant van zijn penseel. En die dik geschilderde schilderijen, die ik, misschien u ook wel, nu, heel mooi vinden nu, werden in zijn tijd ook helemaal niet mooi gevonden. De mode was toen, en daar gingen de opdrachten naartoe, fijn geschilderde, elegante taferelen. En dat geklodder van Rembrandt vonden ze me niks. Er is zelfs iemand die zei van ja, die schilderijen van Rembrandt,
Die zijn zo dik geschilderd, die kan je bij de neus van de grond optillen. Maar één van de schilderijen die hij in die nieuwe grove stijl maakt, en dat is één van zijn mooiste, is dit, Saul en David. Saul en David. En wij in Den Haag zijn in de gelukkige omstandigheid dat we hier altijd naartoe kunnen, want hij hangt in het Mauritshuis. En ik vind het een bijzonder indrukwekkend, ingrijpend schilderij. Het is 1,60 bij 1,30. Het is heel duister, dat ziet u nu ook wel, het is heel zwart. En in die duisternis twee geïsoleerde figuren, heel aangrijpend. Het verhaal van Saul in de Bijbel. Saul wordt beschreven als een koning van de Joden. En hij is in een permanente staat van oorlog verwikkeld met de erfvijand, de Filistijnen. Met wisselend succes. Dan wint hij weer, dan verliest hij weer. En dat is voor een koning niet zo gunstig, want een koning wordt afgerekend op zijn succes op het slagveld. Maar er is iets anders met Saul en dat maakt hem veel aangrijpender. Er is iets met zijn geest. Hij heeft aanvallen. En in de Statenvertaling worden die aanvallen heel mooi beschreven. Er staat, de geest des Heren wijkt van Saul af en toe en een boze geest verschrikt hem. En als Saul verschrikt wordt door een boze geest, dan staat er, gaat hij profeteren. Dan gaat hij vloeken, razen. Hij krijgt aanvallen van woede, van radeloosheid, van angst. Misschien zou hij nu zeggen, hij krijgt manische aanvallen. En tussendoor zegt hij tegen zijn hovelingen, zoek iemand, help mij. Zoek iemand die me hiervan afhelpt. En ze vinden David. Een hele simpele herdersjongen, maar die kan zo mooi harp spelen, dat Saul kalmeert. Dus het verhaal lijkt hiermee opgelost, maar dat is het niet. Want de demonen van Saul zijn heel krachtig en David stijgt heel snel aan het hof. David is die simpele herder die met zijn slinger die verschrikkelijke reus Goliath weet uit te schakelen. Dus David wordt bevelhebber van de troepen van Saul. En in naam van Saul voert hij een grote veldslag tegen de Filistijnen en hij wint hem glansrijk. En dan komt er een lofzang. En die lofzang luidt, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En als Saul dat hoort, dan slaat hem de schrik om het hart. Ze geven mij duizend en hem tienduizend. Straks geven ze hem nog het koninkrijk. En dan staat er heel mooi in de tekst, en Rembrandt vertaalt het letterlijk, als Saul dat voelt, dan staat er, heeft hij het oog op David. Van die dag af. En wat doet Rembrandt? Hij geeft Saul één oog. Hier zit Saul, de heerser, aangekleed als een koning. Hij troont boven David uit, maar hij zit helemaal in elkaar gezakt. En hij heeft iets heel onkoninklijks gedaan. Hij heeft uit de duisternis een gordijn gepakt en met zijn linkerhand dekt hij zijn linker oog af. En met één oog, een bang oog, een boos oog, staart hij in de duisternis. Hij ziet alleen nog maar duisternis. En ik stond voor dit schilderij een keer met iemand en die zei iets heel opmerkelijks. Ze zei, ik vind het zo gek, Saul heeft helemaal geen richting. Toen dacht ik, dat is raak geobserveerd. Want de figuren bij Rembrandt hebben altijd een richting. Hè? Voorwaarts, zegt Frans Banningkok. Danae reikt naar haar geliefde. Delilah vlucht naar links de tent uit. Simson wordt naar rechts achterover getrokken. Er is altijd een richting, een intentie die je duidelijk kan herkennen, maar bij Saul niet. Saul heeft geen richting meer. Hij weet niet meer waar hij heen moet. En dat maakt hem zo aangrijpend en deerniswekkend. Ik zie hierin een modern iemand die een verantwoordelijke taak heeft, een verantwoordelijke functie. En die denkt, ik weet niet meer. Ik zie het niet meer zitten. Hij ziet alleen nog maar duisternis. En hoe lieflijk David hier ook in de rechteronderhoek zit te tokkelen. Er is zoveel duisternis om Saul heen en tussen hen in. Hij bereikt Saul niet meer. Hier zien we nog een keer dat oog, die blik van David, een duistere blik. Hij ziet alleen maar demonen en het loopt ook slecht met hem af. In het Bijbelboek staat dat hij weer eens in een uitzichtloze veldslag verwikkeld, zichzelf in zijn zwaard stort. Hij maakt zich van kant. En de handen van David, daar valt zoiets moois aan te zien. Die heeft Rembrandt heel mooi allemaal uitgelicht, al die vingers. Hij zit daar liefjes op zijn harp te spelen en je ziet dat hij, het lijkt tenminste zo, de snaren aanslaat met zijn middelvinger. En ik ben geen harpist, maar ik denk, ja, de meeste kracht zet je met je wijsvinger en je duim. Dus de hardste tonen produceer je met je wijsvinger en je duim. En die middelvinger, ja, die produceert zachtere muziek. Zacht om Saul maar zacht te stemmen.
En er is nog iets heel moois te zien. Je ziet dat de rechterhand, die zich achter de snaren bevindt, met gekromde vingers naar Davids lichaam toe beweegt. Hij heeft dus een lange snaar aangeslagen, die is het verst bij je vandaan. En hij beweegt naar een korte snaar. Zijn linkerhand, die ligt voor de snaren, daarmee slaat hij precies nu met de middelvinger een tussenlengte snaar aan. Hij gaat dus van lang, midden naar kort. Van laag, midden naar hoog. Hij speelt een opwaarts akkoord. Pom, 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 zacht aangeslagen om Saul maar te pacificeren. Maar het lukt hem niet. Het lukt hem niet meer. Maar het zit in die handen. En dan is dit een heel erg lieve, ik vind het zo'n lieve ets van Rembrandt die maakt 3 jaar na de dood van Saskia. Het is niet heel krachtig geëtst, dus ik hoop dat u het kunt zien. Ik ga u vertellen wat er allemaal te zien is. Het is Rust op de vlucht naar Egypte. Ook weer een verhaal uit de Bijbel waar Rembrandt zich op baseert. Als Jezus net geboren is, dan hoort de koning Herodes dat er vanuit Bethlehem een nieuwe koning zal komen. En ja, paranoïde als alle dictators, laat hij alle jongetjes in Bethlehem vermoorden. Maar Jozef krijgt een waarschuwende droom en hij gaat met Maria en het pasgeboren kindje vluchten ze naar Egypte. Dat staat in de Bijbel. En je mag aannemen, zo'n lange tocht, dat ze onderweg rusten. En die rust op de vlucht naar Egypte is door heel veel schilders vastgelegd en dat doet Rembrandt op deze manier. En ik vind het een bijzonder lief tafereel. Je ziet Maria, ze zit daar op een boomstam aan de rand van de weg. Op haar schoot ligt het kindje en ze houdt het met haar rechterhand vast. En met haar linkerhand trekt ze een doek over het gezicht, over het hoofdje, om het te beschermen tegen het licht. Jozef zit naast haar, ook heel ontspannen. Hij heeft de benen over elkaar geslagen. Hij leunt een beetje over naar Maria en hij kijkt naar dat kindje. Hiervoor op de grond ligt het zadel. Jozef heeft de ezel even uitgespannen, die mag ook even rusten. En wat ook bijdraagt aan de rust, dat zijn die 2 vogeltjes hier linksboven. 1 vogeltje zit al op een takje en een 2e vogeltje hangt er klapwiekend boven. Die zal naast dat vogeltje gaan zitten. Dus rust. En dan voegt Rembrandt in de handen van Jozef nog 1 detail toe. En dat vind ik echt heel erg lief. Ik weet niet of u kunt zien wat Jozef hier zit te doen. Maar hij schilt een appeltje. Hij schilt een appeltje. In zijn linkerhand heeft hij een appel. In zijn rechterhand heeft hij een mes. En daar krult de schil van de appel over. En dat is wat je doet. Als je een lange tocht maakt en je rust, dan neem je even een appel. Hij schilt hem natuurlijk ook voor Maria. Hij geeft haar natuurlijk ook een partje. Dat maakt dit schilderij, deze et zo lief. En daardoor komt het ook zo dichtbij. Rembrandt, die dus doorging voor een nurks en een onhebbelijke man, die maakt zo'n et. Dat is toch prachtig. En nu maak ik een sprong van 20 jaar naar misschien wel, ik vind het zijn mooiste schilderij, de Joodse bruid. Hangt in het Rijksmuseum, wordt heel vaak het Joodse bruidje genoemd. Ik zie geen enkele reden om het het Joodse bruidje te noemen, want de vrouw is gelijkwaardig aan de man. En dit is een bijzonder indringend schilderij, alleen al door zijn materiaalbehandeling. Hier kan je het best van alle schilderijen zien hoe die krachtig die verf aanbrengt. Die mouw, die prachtige gouden mouw van die man. Die verf ligt daar letterlijk duimendik bovenop. En die rode jurk van die vrouw, daar zie je de streken van zijn paletmes instaan. En juist daardoor vind ik, die de moderne gewend bent, en dit een heel aansprekend schilderij. En dat vond Van Gogh bijvoorbeeld ook. Die was niet weg te slaan voor dit schilderij. Het is een historisch stuk, het is niet een portret. Het is gebaseerd op een scène uit de Bijbel. Ik wil met u naar de handen gaan kijken, want de handen vertellen hier een heel erg mooi verhaal. En ik vraag u de volgende theorie van mij voor waar aan te nemen. Het is een bestaande theorie. De linkerhand is de ontvangende hand, de rechterhand is de gevende hand. Dat is een bestaande theorie. Met links ontvang je, met rechts geef je. Ik ken zelfs een etikettenregel die zegt dat het onbeleefd is om iets met links aan te geven. Nee, je hoort met rechts iets aan te geven. Als je nu kijkt naar de linkerhand van de man, de ontvangende hand, die ligt op de linkerschouder van de vrouw en met zijn hele linkerarm omhult hij haar. Hij ontvangt haar als het ware met zijn hele wezen. Zijn rechterhand, de gevende, heeft hij met dat prachtige gouden gebaar vol plat op haar hart gelegd. Dus hij ontvangt haar met zijn hele wezen.
met alles wat hij heeft. Hij geeft haar alles wat hij heeft. Zij legt haar linkerhand, de ontvangende hand, met die hele lichte Saskia touch, met die vingertoppen, op zijn gevende hand. Zij ontvangt wat hij geeft met die lieve, lichte vingertoppen. Haar rechterhand houdt ze als een kommetje voor haar schoot. En ik zie daarin, ze zal hem kinderen schenken. Deze liefdevolle verstandhouding, deze innigheid zal vrucht dragen, zal kinderen opleveren. En dat zag ik terug toen ik 4 jaar geleden in het Rijksmuseum bij de expositie De Late Rembrandt dit schilderij, de Joodse bruid, zag hangen naast dit schilderij. Een familieportret. Een familieportret, ook geschilderd in 1665, hetzelfde jaar als de Joodse bruid. En in alles heeft het dezelfde sfeer, ook dezelfde materiaalbehandeling als de Joodse bruid. We zien een vader, een moeder en 3 kinderen. Het oudste meisje staat helemaal links. Zij is aan profiel afgebeeld. Ze kijkt naar rechts, is 1 jaar of 10. Ze houdt een mandje met bloemen vast. Naast haar staat haar zusje, die is wat jonger, 1 jaar of 7. En die kijkt met een leuk gezichtje, een bol toetje, kijkt ze naar haar zusje. De moeder zit helemaal rechts in een rode jurk die heel erg lijkt op de rode jurk van de Joodse bruid. Ook dit is met grove penseelstreken neergezet. Je kan het, als je minder daglicht hebt, kan je het goed zien. En op haar schoot houdt die moeder het jongste kind in een iets minder rood jurkje, een roze jurkje. Dat kan een jongetje of een meisje zijn. Jongetjes droegen ook nog een jurkje tot een bepaalde leeftijd. Dat jongste kind met zijn gezichtje ongeveer in het midden van het schilderij kijkt ons aan. En hij heeft zijn linkerhand met zijn vingertjes op de blote hals, de blote borst van zijn moeder gelegd. En de moeder neigt naar het jongste kind en legt haar linkerhand ook weer met een lichte vingertoppen touch op dat kindje. Dat is een echo van het gebaar van de bruid naar de hand van haar bruidegom. De vader staat tussen zijn dochters in, kijkt ons ook aan. In zijn rechterhand houdt hij een klein bloempje. Dat heeft hij uit het mandje gepakt, een rood bloempje op niveau van de gezichten van zijn dochters. En dit schilderij heeft in alles, vind ik, dezelfde sfeer, dezelfde innigheid, dezelfde harmonie als de Joodse bruid. En toen ik die zo naast elkaar zag hangen, die 2 schilderijen, toen dacht ik, ja, ze zijn allebei in 1665 geschilderd. Maar eigenlijk is dit familieportret de Joodse bruid, maar dan 10 jaar later. Die liefde van die man en die vrouw voor elkaar, dat levert een liefdevol, harmonieus gezin op. En dat zien we hier. We weten dus niet wie het zijn, maar ik denk dat het ook meer gaat om de sfeer dan om de afbeelding van wie dit feitelijk zijn. En dan in 1668 schildert Rembrandt dit. Hij is inmiddels 62 jaar oud, het is de verloren zoon. Door velen wordt dit gezien als het mooiste schilderij van Rembrandt. Het is groot, het is 2 meter bij 2,70. Het hangt in de Hermitage in Sint-Petersburg. En we zien op de rug een knielende jonge man die zijn hoofd tegen de borst van een oude man, zijn vader, aanlegt. En de oude man legt met een heel mooi gebaar 2 handen op de rug van die jongen. En daaromheen, in de duisternis, zien we nog 3, 4 andere figuren. Dit is het verhaal van de verloren zoon. In de Bijbel vertelt Jezus dat verhaal. Er is een vader met 2 zoons. En de jongste eist zijn erfdeel op en hij krijgt het. Hij krijgt zijn geld en hij verbrast het. Hij gaat ermee naar het buitenland en het is zo op. Aan drank, vrouwen, gokken, snelle auto's, het is zo op. En die jongen... Ezels. In ieder geval, die jongen raakt helemaal aan lage wal. En half dood van ellende en ziek en in lompen komt hij terug bij zijn vader. En zijn vader neemt hem weer liefdevol op in zijn huis en in zijn hart. En in de Statenvertaling zegt die vader, breng voor hem het beste kleed en doe het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Dat zegt die vader. En we zien hier dus die jongen in lompen met afgetrapte schoenen, kaalgeschoren kop. En hij legt de linkerkant van zijn gezicht tegen de borst van zijn vader. En zijn vader met die grote grijze baard en die rode mantel legt links en rechts de handen op de rug van de jongen. En
En Rembrandt schildert dit in een jaar dat er in zijn leven weer iets gebeurt wat een enorme laag weergeeft aan dit schilderij. Want in 1668, als Rembrandt dit schildert, dan sterft Titus. Titus is 27 jaar in 1668. Titus, het enige kind van Saskia dat is blijven leven, de jongen waar hij zoveel van hield. En het gaat hartstikke goed met Titus. Hij is net getrouwd. Hij heeft via een rechtszaak een klein kapitaaltje weer gewonnen. Het gaat hartstikke goed. Titus gaat op bezoek in Leiden bij familie of vrienden. Hij wordt ziek en hij sterft. En Rembrandt schildert dit schilderij in het jaar dat zijn zoon sterft van een vader die zegt: mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Als ik me dat bedenk, dan rijzen bij mij de haren te bergen. En die handen van die vader. Er wordt vaak van gezegd, nou dat is toch echt niet goed geschilderd hoor. Dat zijn twee totaal verschillende handen. Die rechterhand is een hele ja, zachte, tussen aanhalingstekens, vrouwelijke hand. En die linkerhand een grove, brede, mannelijke hand. Maar hieraan zie je dus dat het Rembrandt er niet meer om ging om eer in te leggen. Hij wilde niet laten zien dat hij een goede handenschilder was. Hij wil iets uitdrukken met die handen. En als je hier weer die theorie van rechts geeft, links ontvangt, overheen legt, dan gaan die handen ook heel erg spreken. Want dan zie je dat de rechterhand, de gevende hand, is de zachte hand. Dat is de hand die de liefde schenkt en de vergeving. Die zegt, we geven je weer kleren, we geven je schoenen, we gaan lekker eten. Alles wat die vader kan geven, dat geeft hij via die zachte rechterhand. De ontvangende hand, dat is de linkerhand. Dat is de krachtige hand. Die jongen die wordt met kracht weer opgenomen. Deze hand zegt, je bent er weer. Dat zit in die linkerhand, die kracht, die vreugde van dat hij weer terug is. Zo kan je die handen lezen en krijgen ze een prachtige extra lading. En dan kom ik bij het laatste schilderij wat van Rembrandt bekend is, ook het laatste uit mijn lezing. Dit schilderij vinden ze in het atelier van Rembrandt als hij op 4 oktober 1669 overlijdt. Hij is nog aan het werk aan dit schilderij. We zien een oude man, grijze baard, met een klein kindje op de armen, ten halve lijve afgebeeld. Het is de lofzang van Simeon, dit schilderij. Er wordt vaak gezegd dat het onvoltooid is. Er wordt ook wel gezegd dat er dingen aan toegevoegd zijn, die vrouwenfiguur die we daar zien. Maakt niet uit, ik vind het een van zijn meest indrukwekkende schilderijen. De lofzang van Simeon is een thema dat Rembrandt in zijn leven wel 8 keer heeft geschilderd en getekend. Al heel vroeg heeft hij daar een schilderij van gemaakt. En door zijn leven heen, vind ik, kan je heel mooi zien hoe hij dichter bij de kern komt, bij het innerlijke gebeuren van dit verhaal. Het is een verhaal uit de Bijbel van een priester, Simeon, een oude priester, die in de tempel werkt. En die priester heeft de voorspelling gekregen dat hij niet zal sterven voordat hij, Simeon, het licht van de wereld, de Messias, heeft gezien. En dan is Jezus net geboren en Jozef en Maria brengen Jezus naar de tempel. Simeon krijgt een ingeving, je moet nu naar de tempel gaan. En als hij in de tempel komt, dan ziet hij daar dat kindje en hij herkent in dat kindje het licht van de wereld, de Messias. En hij neemt dat kind in zijn armen en hij zingt die prachtige lofzang, ik vind dat hele mooie woorden. In de Statenvertaling klinken ze zo. Simeon zingt, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Een licht tot verlichting der heidenen. Simeon zegt dus, nu kan ik sterven. Ik heb het licht gezien. En Rembrandt schildert het in het jaar van zijn dood. Dat vind ik toch heel erg bijzonder. Er is iets in Rembrandts leven wat dit schilderij ook weer een extra lading geeft. Want Rembrandt overlijdt in oktober 1669... Maar in maart is er nog een meisje geboren, een kleindochtertje, een dochtertje van Titus. Titus is het jaar daarvoor overleden, maar zijn vrouw was al zwanger en in maart krijgt zij een dochtertje, Titia. En Rembrandt is niet alleen de grootvader van het kind, hij is ook de peetvader van het kind. Hij heeft dat kind dus naar het doopvont in de Westerkerk gedragen, misschien wel op deze manier. En we zien hier die oude man, het licht valt op zijn voorhoofd, hij heeft de ogen geloken, het licht valt op zijn baard, de mond staat iets open. Op zijn onderarmen ligt dat kindje ook vol in het licht, die met een strak gezichtje zo opkijkt naar die zingende oude man. Een klein knuisje ligt op de borst van het kindje
En heel erg bijzonder zijn de handen van Simeon. Je kan ze haast niet meer zien. Het is het laatste gebaar van Rembrandt. Die handen van Simeon, die steken onder dat doek uit. Simeon heeft het kind op een doek op zijn onderarmen gelegd en daaronderuit steken zijn vingers. Recht naar voren. De handpalmen zijn naar elkaar toegedraaid, evenwijdig aan elkaar, 10 centimeter ongeveer van elkaar, houdt hij de handen die uitsteken onder dat doek. En ik vind het zo'n prachtig gebaar en ik weet niet wat het betekent. Je kan er heel veel betekenissen in zien. Je kan erin zien een gebaar van loslaten. Je kan erin zien een gebaar van bidden of zegenen. Of misschien wijzen, met twee handen, wijzen naar wat. Je kan er ook in zien misschien dat het kindje te kostbaar is om met blote handen aan te raken. Want in eerdere versies laat Rembrandt Simeon nog wel het kind met twee handen tegen zich aanklemmen. Maar hier draagt hij het op een doek en onder dat doek uitsteken die ja, prachtige vingers, die prachtige handen van die man die zegt, nu kan ik gaan. En dat is het laatste gebaar van Rembrandts handen, het laatste gebaar van mijn lezing. Ik ben aan het einde gekomen van mijn lezing. En ik hoop dat ik u iets heb kunnen laten voelen van die taal van de handen van Rembrandt. Als u meer van mij wilt weten, vindt u dat op mijn website manvantaal.com. Daar publiceer ik dus elke 10e en 20e en 30e van de maand een blog over kunst. En achterin liggen intekenlijsten. Als u daar uw naam en uw e-mailadres op zet, als u dat nog niet gedaan heeft, dan stuur ik u elke 10e, 20e, 30e een kort mailtje. Van dit is het blog, dit is de link, hier gaat het over. En u kunt ook via die intekenlijst aangeven dat u mijn nieuwsbrief wilt ontvangen. Die stuur ik ongeveer elke 6 weken. En daarin kondig ik aan wat ik verder nog doe. Want ik geef voorlopig de Rembrandt-lezing niet meer, maar ik ga in september weer mijn ARP-lezing een paar keer doen hier in Mariahoeve, waar het beeld van ARP ook staat. En in oktober ga ik weer een lezing geven, die ga ik een paar keer doen in Museum Beelden aan Zee. Er komt een expositie van Niki de Saint-Val en het museum heeft mij gevraagd om daar een lezing voor te maken. Dus die ga ik daar de hele winter weer doen. Dus ik hoop dat ik u bij een van die andere gelegenheden weer terugzie. En ik dank u voor uw aandacht. Dank u.